Ik ben op zware boerderij De Wietrik in Twislerheide. Dit zijn Wietrijgkoeien en erin ook een paar bonte koeien tussen. En die zijn heel zeldzaam in Nederland. In 2006 is er een onderzoek naar die en toen is er een schatting die van 1200 bisten. Dus hoeveel er nou binnen, dat weten we net. In Friesland zijn er nog ongeveer zo'n boeren die het wietrijgen hebben. We hebben ongeveer 30 stuks oudere bisten en 30 stuks jongvee. Het wordt net als ras herkend, want de wietrijgaaltekening is een kleurslaag. Het bijzondere van een wietrijg is een witte aalstreep voor de rijg, een witte stut, een witte buik en een gespikkelde kap. Ja, wie vakken zeker met deze bisten op dit bedrijf. We hebben elke keer een aantal bollen die we broeken voor de vakkerij of die keep je wel, want het is heel belangrijk om ja, gezond of vers bloed in die koppel te hebben.